alles wat ik heb bereikt, dat ik het zelf heb gedaan. Veel mensen denken van, ik ben met een gouden paplepel geboren en ik kreeg alles van mijn vader. Jongen, ik heb in trappenhallen overal geslapen. Ja? Mensen denken ook van, er is een erfenis van hier tot Tokio. Welke erfenis? Dacht je dat ik tussen al deze lelijke apen zou blijven? Dat was ik in Dubai of zo. Welkom bij Spotlight. Vandaag ontvangen we niemand minder dan je papi Lexus. Lexus Adon, bekend van zijn eigen BNN-show, Sexy Motherfuckers en natuurlijk nu Too Rich To Be Famous. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik ben benieuwd hoe hij het er vanaf gaat brengen. Ik ook. Dit is Spotlight. Hoe is het? Lekker helemaal, helemaal gehandicapt zie ik nog steeds. Nog steeds man. Oh man, hoe lang zit het er nog om? 5-6 maandjes. Nee man, ja. Veel te lang ook. Ja. Hey, hoe is het met je? Kan beter, ja? Maar ze zeggen de dood zal ergens zijn. Hoe zou je jezelf omschrijven? Wie is Lexus? Wie ben ik? Ik ben ten alle tijde mezelf. Laten we daarmee beginnen. Ik ben de vader van 2 kinderen. En ik ben gewoon een mens, man. Ik ben geen superster, ik ben gewoon mens. Ik heb respect voor iedereen. Mm-hmm. Voor de dieren, voor de natuur. Voor lelijke mensen ook. Oh jee. Dus ik dus ben gewoon. Nee, jij bent. Jij lijkt op Nick van de Backstreet Boys. Dus jij bent een boy boy. Nee, ik ben gewoon een mens, man. Laten we het daarop houden. Zeg maar, ja, als ik aan jou denk, denk toch aan die lange dread. Ik denk elke dag aan jou. Oké, okay, maar niet op een seksuele manier, toch? Nou, soms ook wel. Nee. Shit. Nee, maar als ik aan jou denk, dan denk ik wel vaak gewoon aan Lexus met de dreads. Mm-hmm. Waarom heb je dat er nou afgehaald? In dit leven heb je fases en ik zie dat als een fase van toen. Maar je hebt natuurlijk ook nog heel veel tattoos. Ik vind ze vet. Ja. Op welke ben je echt het meest trots? Als ik eentje moet kiezen, dan die van mijn vader. Ja, ik heb zijn naam hier zo, maar dat had ik al voordat hij was overleden. Mm-hmm. En met 2 armpjes zo. Dat was ook mijn eerste tattoo volgens mij. Ja. Hey Lexus. Hoe is die platse? Hey. Is geld belangrijk voor jou? Eerste optiek niet. Ik krijg het warm voor jou, ik moet stotteren voor jou. In de eerste instantie niet, maar hoe de wereld in elkaar zit, zonder geld kan je niet bewegen. En ik weet over 20, 30 jaar gaat lucht zelf geld kosten. Ja? Je hebt ooit gezegd dat je geen straatjongen meer bent, maar een businessman. Zeker. Wat is je business dan? Ik ben een platenbaas, ik heb een broodjeszaak, ik ga ook een snackbar openen, dus dat zijn mijn zaken nu. Maar je woont dus nu in het Gooi ook? Ben je de enige Surinamer in het Gooi? Voel je je zo? Ik heb wel een paar gezien, ja. Maar voel je niet een beetje het eentje buiten de boot? Nee, absoluut niet. Nee. Ik heb ook een boot. Ja? Ze begrijpen. Ja, fucking nice. Je hebt wel echt veel geld. Nee. Een boot is best wel duur. Hangt er vanaf, ik heb hem zesdehands gekocht. Ja? Ja. Wat voor boot is het? Zo eentje als de Titanic, maar iets kleiner. Oké, okay, nice. Ja. Hoe kom je eigenlijk aan al dat geld? Welk geld? Nee, dat geld waar je het over hebt in al je nummers, in al je snaps. Ik denk dat je over. In al die auto's waar je in rijdt. Hoe ik daaraan kom? Ja. Dat wil de belastingdienst ook weten. Want je vindt ook dat de jeugd veel te veel stunt met geld tegenwoordig, toch? Al die rappers, dat vind ik zeker. Ja. Het is niet zozeer dat ze stunten met geld, het is ze schetsen een beeld wat niet waar is. Want ik ken genoeg van die rappers die op een stapelbed slapen samen met hun zusje. Ja. Ze hebben geen knaken. Zoals wie? Ik wil daar niet inhoudelijk op ingaan, want ik wil het wel positief houden. Nu ben je een en al positiviteit. Ik ben altijd al positief geweest, alleen ik moest mijn drive vinden in deze wereld. Want vroeger was je wel een kwade jongen, of niet? Ik was boos op de wereld, ja. Ik was boos op mijn vader. Ik was emotioneel niet in balans. Hoezo was je boos op je vader? Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik te veel voor hem was. Begrijp je? Hij plaatste geld boven mij. En vind je dat erg als je er nu zo op terugkijkt? Natuurlijk is dat erg, want geld is maar een blaadje. Ja? Nu hoe hij er niet meer is, ik kan niet meer met hem praten. Hij heeft zijn blaadjes niet mee kunnen nemen. Maar de laatste paar maanden? De laatste 2 jaar. Ik was elke dag met hem. Ik woonde bij hem. Ik ging hem verzorgen. Ik was wel echt 24/7 met hem bezig. Waar ik mee zit is dat de mens een bepaald beeld van mij schetst. Wat helemaal niet zo is. Maar wat voor beeld? Er zijn zelfs verhalen op de wereld of in de wereld gekomen dat ik mijn vader heb vermoord voor knaken. Hoor je hoe belachelijk dat is? Doet dat je pijn als je dat soort dingen hoort? Ja, ergens wel. Ik ga met die koude kleren zitten. Als ik zeg maar kijk naar jou, jij bent echt een soort vaderfiguur, ook voor de buurt. Ja, shit, zo zie ik het niet, maar
Nou, dankjewel, ja, man. Maar komt het misschien ook wel door deze toestand met je vader, dat je dat dan niet hebt gehad? Vroeger op school, ook basisschool, ik trakteerde de hele klas. Elke pauze gewoon. Ik ben altijd een persoon geweest, als ik iets heb, wil ik het graag delen. Vind je jezelf een goede vader? Nee. Nee? Ik ga mezelf nooit een goede vader vinden. Ik vind dat je die vraag aan mijn kinderen moet stellen. Ik doe mijn best, mijn uiterste best. Maar ik ga nooit opscheppen dat ik een goede vader ben. Denk je dat zij jou een goede vader vinden? Ik hoop van wel. Nou, mijn zoontje zei gisteren nog, papa is niet lief omdat hij geen Mario Kart mocht spelen. Dus weet je, dus ik weet het niet. Maar wat is voor jou echt een goede vader? Je hebt er een bepaald beeld bij. Iemand die met wie je ten alle tijde je problemen kan delen. Iemand die er altijd voor je is wanneer je hem nodig hebt. En iemand op wie je kan bouwen. Iemand die je levenslessen geeft. Iemand die je op je plek zet, maar je ook vertelt hoe prachtig je bent. En is dat iemand die jij nooit hebt gehad? Al die dingen die je nu opnoemt? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik ga niet zeggen dat mijn vader er nooit voor me was. Toen ik klaar was, kreeg ik wel een scooter en zo. Maar ben je de enige? Schoenen, maar ik wilde mijn vader, I don't give a fuck about die scooter. Toen wilde ik die scooter, ja. Maar in principe wilde ik gewoon met mijn paps. Ja, maar dat is toch ontzettend pijnlijk? Het is ook heel pijnlijk en het heeft me ook heel veel pijn gedaan. En ik was ook heel erg boos. Maar ja, hoe lang wil je boos blijven? Dagen. Kijk, weet je wat het is? Ik wil geen schouderklopje voor het feit dat ik zogenaamd een goede vader ben. Je behoort een goede vader te zijn. Daar hoef ik geen award voor. Omdat heel veel mannen het niet doen, daarom lijkt het alsof ik een superster ben. Ik ben geen superster. Ik doe gewoon wat ik moet doen. Maar er is wel iets wat me dwars zit. Mm-hmm. Want je hebt het hele tijd over liefde, maar je gebruikt ook vaak geweld als promotie. Oh nee, maar dat was mijn videoshoot. Ja. In die videoclip van mij, mijn officiële grote videoclip, daar lig ik inderdaad in het ziekenhuis. En het frappante daarvan is, 3 dagen daarna lag ik echt in het ziekenhuis. Ja, met je motorongeluk. Ja. 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 En ik had er helemaal niets bij geplaatst onder die tekst. Dat was gewoon die foto heb ik gepost. Ik heb niet gezegd van ik ben neergeschoten. Nee, maar ik bedoel, je weet wel wat je ermee doet toch, als je een foto online zet. Maar het was, althans de intentie om publiciteitsstunt, dat is niet nodig. Ik ben publiciteit. Oké, namelijk. We hebben trouwens wat comments op het internet gevonden over jou. Nou ja, waar jij gaat en staat, iedereen heeft wel iets over jou te zeggen. Nou, hebben we er een paar gevonden. Veras. Maar let's go. Bro Lexus is nu een soort van Jezus van de Bijlmer. Wat vind je dat moment? Ja, weet ik niet. Ik geloof niet in Jezus. Begrijp je? En je had het net nog over de Heer. Dat is toevallig. Ja, maar de Heer en Jezus hebben niets met elkaar te maken. Dus je gelooft niet in Jezus, maar wel in God? Ik geloof in een schepper, ja. Oké, okay, interessant. Volgende comment. Lex is een sexy nigger boven de 140 kilo. Oh jongen, wat is zijn naam? Hij heeft helemaal gelijk. Dit is mijn tijger. Ik ben met vrouwen naar bed geweest van knappere mannen dan jou. Weet je hoe dat voelt als een dikke jongen? Nou? Dat mensen je vroeger zeiden dat je lelijk was. Hoe voelt dat? Prachtig. Kreeg je vaak haat? Want je was vroeger ook best wel stevig, toch? Ja, ik kreeg heel vaak haat natuurlijk. Stel je voor dat jouw zoontje later ook heel dik wordt. Ja. Zou je hem dan een les meegeven? Ja, ik zal hem uitleggen dat hij de knapste dikzak is. Ja. En je hebt er ook wel wat aan gedaan. Ik bedoel, ik moet zeggen, de laatste keer dat ik je zag. Ja, was ik nog een stukje dikker. Ja. Dus het zit je wel dwars? Nee, dat is puur om mijn gezondheid. En je hebt suikerziekte? Nee, suikerziekte heb ik ook, ja, hoge bloeddruk ook. Ja, dus ik ben 3 jaar lang wakker met de slappe lul. Nu staat hij tegen me achterover aan. Ja, daar doe je het voor. Ja, daar doe je het voor. Begrijp je? Ja. Laten we doorgaan naar de volgende lijn. Lexus, zijn haarlijn is echt. Is wel echt op fansfood. Nou, zijn grootste vet. Wauw. Hij ligt echt niet. Maar daar komt verandering in. Ik ga hier laten tatoeëren. Ja, maar je hebt er last van? Ik heb er geen last van, maar het mag wel een beetje hier. Ik wil wat zeggen, yes sir, moet het hier zijn, hier. Wat vind je vrouwtje ervan? Je moet niet zaken, die moet gewoon op mijn gezicht zitten. Wat is je grootste fout die je ooit hebt gemaakt? Waar je echt nu nog steeds spijt van hebt? Een hele goede vraag, maar dat ik me eigenlijk liet beïnvloeden door mensen, zodat ik een naar beeld van mijn vader kreeg. Kijk, hij deed zo'n dingen, begrijp jij? En voor mijn gevoel liet hij me in de steek. Maar de manier hoe hun in mijn oren gingen fluisteren, was het op een level dat ik hem echt begon te haten. Maar dan ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd, waar ben je echt het meest trots op? Dat ik alles wat ik heb bereikt, dat ik het zelf heb gedaan. Veel mensen denken van, ik ben met een gouden paplepel geboren en ik kreeg alles van mijn vader.
Jongen, ik heb in trappenhallen overal geslapen. Ja? Ik ben een keer... Ik had een keer zo'n honger. Ik ben naar de snackbar gegaan. Ik heb een patatje besteld. Ik zei tegen hem, toen ik het patat alleen maar aan had, wacht hier, ik ga het geld uit de auto halen. En tot en met de dag van vandaag wacht hij op zijn €2,50. Ja, ja, ja. Maar dat vind ik wel interessant, want je vader was rijk. Maar gaf jou laten, nooit... laten we niet zeggen dat mijn vader rijk was. Maar hij had goed genoeg geld. Hij kon goed leven. Ja, maar hij supportte jullie dan niet. Hij supportte ons wel, maar niet dat hij ging smijten met geld of iets. Oké. Dus je hebt wel een strakke opvoeding gehad. Ja, ik heb gewoon echt ook moeten struggelen. Ja. Mensen denken echt van deze is een verwend nestje. Nee. Absoluut niet. Dus eigenlijk alles wat je nu hebt gewoon zelf verdiend? Heb ik zelf verdiend. Mensen denken ook van er is een erfenis van hier tot Tokio. Welke erfenis? Dacht je dat ik tussen al deze lelijke apen zou blijven? Dat was ik in Dubai of zo. Ja. Nee, maar je hebt wel echt iedereen een beetje verlaten van dat wereldje. Ja, absoluut. Omdat ik niet verder met bepaalde mensen kon verder. En daarom ben je ook verhuisd uiteindelijk? Zeker ook. Maar zijn er wel mensen die je echt gesteund hebben, waar je het succes anders niet door hebt kunnen krijgen? Sowieso, mijn vrouwtje is er altijd voor me geweest. Dus ben je er ook altijd voor je vrouwtje geweest? Altijd. Ik ben, als zeg ik het zelf, ik ben wel echt een van de liefste mannen op deze wereld. Nooit vreemd gaan? Ja, tuurlijk wel. Zij ook? Ach, ik hoop van niet. Maar ik ben niet vreemd gaan voor haar, dat was voor mijn ex. Hè? Ja, oké. Heel goed. Ga ik dood of zo? Ja. Nee, ik wil wel even gaan terugblikken naar jouw verleden. Want vroeger had je ook je eigen show, weet je nog, bij BNN? De Lexus Show. De Lexus Show. Yeah. Je had op een gegeven moment natuurlijk een legendarisch filmpje, BNN Crips. Laten we even kijken. Kijk even hier naartoe. Kijk die playboy hier, man, papi, cholo. Dit is de eerste single, Lexus the Don. Ik ben goed rich, nigga. Hoe kijk jij hierop terug? Met een smile. Ja? Ja. Dit is wel een hele andere Lexus dan dat we nu zien, of niet? Ja, maar het zou wat zijn als ik dezelfde persoon was als 10 jaar geleden, jongen. Ja. Er is geen progressie in mijn leven, toch? Ja. Ik wil even nog een filmpje erbij pakken, Lex. Ja. Want dit is eigenlijk een hele andere kent die veel mensen niet van je kennen, maar eigenlijk wel wie je bent. Laten we even zitten kijken. Er is nu ook niemand hier. Zomaar zeg je dat er niemand is. Dan zit mijn baas boven, hij komt naar beneden lopen, hij ziet Chilian en alle mannen handen wassen hier safe zo op kosten van de zaak. Peperboot. Wat is dat? Proef pepernoten. Wat is dat? Pepernotetje. Gadverdamme. Proef pepernotetje. Ja, ooit werkte je samen met cabaretiers, zoals Jim Dedes in de Jordy film. Maar heb je ambities om te acteren? Het hoort gewoon bij mijn leven, man. Het is gewoon een onderdeel van mij. Ja, je bent een beetje de Henny Huisman onder rappers eigenlijk. Yeah. Vind je dat erg? Dat rappers zo over je denken? Hun mogen denken wat ze willen, aan het eind van de dag ga ik met kraken naar huis. Ja. En lig ik naast camping club. Maar ben je een soort van acteur? In de zin van? Als jij thuis komt, gedraag je dan ook zo? Ik ben 24/7, dit is wie ik ben. Ja? Altijd. Veel mensen denken ook dat dit een act is. Wat de mensen van mij denken interesseert me niet. Dit is gewoon wie ik ben en dit is wie ik altijd zal zijn. Dus je speelt geen rol voor de camera? Nee, man. Waarom zou ik dat doen? Anders zou ik laat... Ja, geld verdienen toch? Ja, maar zoveel geld verdien ik er niet meer als ik een ex zet. En ik wil liever gewoon mezelf zijn, man. Ik wil daarmee gewoon liever geld knaken verdienen. Ik ken jou ook van de hit natuurlijk. Je staat op internet. Ja. Dat is puur goud. Een echte classic. Je reageert hier wel iets minder enthousiast op dan Nee, absoluut niet. Ik word er bijna emotioneel van om mezelf gewoon... Ja, heel apart om mezelf kan je bril eens afdoen? Ik wil gewoon even je blik zien. Of vind je dat moeilijk? Ja, absoluut niet. Want hoe lang was het geleden? 15 jaar of zo? Ja. Ja dan? Dit was een jonge Lexus. Dit is een hele jonge Lexus, ja. Die niet wist wat hem te wachten stond in het leven. Want je hebt vroeger ook, dat heb je ook gezegd, coke gedeeld, dingen gestolen. Gewoon om geld te verdienen. Heb je daar nu spijt van? Ik heb er geen spijt van. Kijk, wanneer je in een bepaalde positie wordt geplaatst om jezelf te voeden, dan hoor je bepaalde stemmen.
En het is wat het is, man. Maar als ik de tijd kon terugdraaien, dan had ik het liever niet zo gewild natuurlijk. En niet zo gedaan, maar ja. Gouden paplepel was er niet, hè. Zoals wat de meeste mensen denken. Dus ik moest voor mezelf zorgen, ik moest voor mijn moeder zorgen. Ja. Wist je vader dat ook? Dat je dit soort dingen deed? Ik denk dat hij te druk was met zijn eigen centen te verdienen. Ja? Mm-hmm. Laten we even doorgaan naar het rappen. Dat vind ik wel interessant. Vind je jezelf nu nog steeds een rapper? Ik heb mezelf nooit een rapper gevonden. Ik rap alleen. Dus je houdt er niet van om hokjes geduwd te worden? Absoluut niet. Ik wil in één hok geduwd worden en dat is mens. En zo breed mogelijk. Vertel eens even wat over Too Rich To Be Famous. Too Rich To Be Famous is mijn platenmaatschappij die ik samen heb opgericht met mijn vader. Met je vader? Ja. Wanneer? Voordat hij stierf. Echt? Mm-hmm. Daarom. En hoe kwam je daar zo op? Om dat met je vader toen op te zetten? Omdat ik altijd met mijn vader wilde zijn. Lexus, we praten nu al eventjes. Je bent een ondernemend persoon. Yeah. Je organiseert bijvoorbeeld ook evenementen met je sexy motherfuckers. Yeah. Maar is er nog iets wat je echt wil bereiken? Innerlijke rust. En vaak stress? Ik heb gewoon geen rust. Ik ben best wel chaotisch. Ik wil gewoon die rust hebben. Ik kan ook niet ordenen. En kom je tot die innerlijke rust door te gaan verhuizen? Door afscheid te nemen van bepaalde mensen? Je moet ergens beginnen. En door weer iets opnieuw op te bouwen? Daar begint het bij, althans bij mij wel. Nog even naar het begin. Toen vroegen we je de vraag, wie is Lexus? Yeah. Wie is nou eigenlijk Lionel? Lionel is... Tijgertje hoor. Ik... een van de meest respectvolle jongens op deze wereld. Mama's kindje misschien wel. Die op zoek is naar zijn vader. Die ja, alles wil delen en iedereen wil helpen. En Lexus is meer een persoon die ik heb moeten creëren om... Ik kan geen schaap zijn tussen alleen maar wolven en shit. Dus ik moest de wereld mijn tanden laten zien. Begrijp je? En dat is het verschil tussen Lionel en Lexus, man. Dankjewel. Ja? Dankjewel voor dit. Ja, bedankt. Thanks. Nou, Lexus, daar zijn we dan. Yeah. Wat vond je van de spotlight? Kut! Hoezo? Ik hou van jullie. Jullie waren prachtig. Jullie hebben het goed gedaan. Ik werd wel een beetje nerveus van jou, zoals gewoonlijk. Ah, het was ervoorlijk, man. Het was best wel een emotioneel gesprek, hè? Ja, ging die kant wel gewoon op, gewoon ja. Serieuze dingen. Ja, ik vond het interessant. Oh, wacht, blijf hier, oké? Okay? Gek van haar nou weer, man. Oh. Hey, deze is nog voor jou. Hij lekt. You earned it, man. Dankjewel. Je kan hem ook aan je vrouwtje geven. Ja, deze raakt naar Bamers te shoppen. Goed jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet ook niet te abonneren op First en op Spotlight voor veel meer van dit soort vette interviews. En er is ons nog één ding hier te zeggen. Too rich to be famous. Yeah.